Aankomende zondag is het zover, dan kan Feyenoord de landstitel pakken tegen Go Ahead Eagles. Wij peilen de sfeer onder de Feyenoord supporters hier en kijken of er al sprake is van kampioenskoorts. Ja, hectisch eigenlijk, dat merk je de hele dag om je heen met allerlei mensen die reageren. En je wordt helemaal gek gebeld voor alles en nog wat. Maar het moet nog wel even gebeuren natuurlijk. Hè? Maar we hebben, dat merk je ook om je heen. Er is wel groot vertrouwen dat het goed gaat komen. Ja, we gaan vanuit dat Feyenoord gewoon gaan winnen dan natuurlijk. Dus dat hopen we maar. Dus we zien het wel. Ja, dat is helemaal geweldig natuurlijk dat Feyenoord gaat winnen. En dat is ook terecht natuurlijk dat ze dit jaar gaan winnen. Dus dat gaat helemaal geweldig gebeuren, ja. Nou, dat is zeker gewoon goed, want ik ben zelf Feyenoorder. Ik kan me ook niet voorstellen dat het nog misgaat. Want een paar jaar geleden ging het toen mis op de ene laatste speeldag tegen Excelsior. Toen verloren ze met 3-0. Toen had ik ook wel zoiets, nou, dat gaan we volgende week echt wel recht zetten. En dat is toen ook gebeurd. Dus ik hoop dat het tegen de Go Ahead Eagles zondag ook gaat lukken. Natuurlijk voor dit weekend is het hartstikke druk. Eerste wedstrijd zelf natuurlijk, waar ik als speaker ben. En ik krijg vandaag krijg ik mijn hele draaiboek te zien wat er allemaal staat te gebeuren. Dat is toch geen vraag. Dat is toch geen vraag. Nee, dus u denkt dat Feyenoord gaat winnen? 100% zeker. Ja, ik heb het natuurlijk al eerder meegemaakt. Ik heb het trouwens in verschillende periodes meegemaakt. Eerst als supportertje, toen ik klein was, eind jaren 60, met mijn oom achter op de scooter mee. En nou, daarna natuurlijk als speler zelf. En daarna weer als presentator van Feyenoord TV, weet ik veel allemaal, Rijnmond. Ik heb ook voor kranten geschreven, rubrieken. Dus altijd wel bezig geweest, ja. Dit is toch een hoogtepunt uit je carrière. Want ik denk dat het stadion al 10 keer uitverkocht had kunnen zijn. Zo'n gekte eerste. En ook optimisme en positivisme. Want ik moet wel zeggen dat Arjen de trainer, Arjen Slot, die heeft er wel een echte team van gemaakt. Zowel conditioneel heel erg sterk. Dat heb je gezien natuurlijk in de laatste minuten dat ze vaak nog toesloegen. Dus complimenten voor hem ook. Ja. Als ze winnen dan gaan we een feestje maken. Ik heb gestudeerd in Amsterdam, dus ik ben meer Ajax fan. Maar ik vind het prima. Ik vind Ajax is een zooitje op het moment. Dus ze hebben het verdiend. Ja. Nou, laten we er inderdaad echt feest van maken. En we hebben de laatste tijd veel rotzooi gehoord in de stadions met dat het gestaakt werd. En dan laten we dat alsjeblieft voorkomen. En laten we het op een leuke, fijne manier vieren met z'n allen. Want dat is het mooie van Feyenoord. Zoveel mensen die uit het hele land samenkomen. En zo'n groot feest samen met de kameraden vieren.